Winter Escape Calpe. Waarom Calpe? Ja, ik moet het niet uitleggen. Weer al een van de mooie plaatsen waar je in de winter terecht kunt. Ook een plaats bekend of gekend door vele profs. Vele profploegen die ook komen trainen. Dat was ook te zien in het hotel deze week. Waar best wel wat ploegen aanwezig die ook in de Diamante Beach zaten. En hier aan het trainen zijn. Calpe, ook omwille van het partnership dat we hebben met Vuelta Turistica. Van Jurgen en Inge. Ik ben Jurgen van Gola, ik ben 41 jaar, 12 jaar profrenner geweest en sinds 2015 hebben we deze zaak hier opgestart in Calpe. Ja, ik woon eigenlijk al sinds 2009 in Spanje en eigenlijk ooit met de bedoeling naar hier gekomen om als stageplaats eigenlijk, of trainingsplek, maar na de carrière eigenlijk een beetje blijven hangen omdat we het niet zagen zitten om terug naar België te gaan. Dan stel ik mij voor als een atlete nog steeds, met heel veel passie voor mensen, voor sport, voor al hetgene dat er mee te maken heeft eigenlijk. Jurgen en ik zijn twee rookies in het zakenleven, tot nul ervaring. Wij waren jong en wat ik wel positief vind, maar we hadden nul ervaring. Dus wij waren twee sporters die even een zaak gingen openen. We zijn dan ook heel klein begonnen. Hè. We zaten niet onmiddellijk in deze locatie. We zaten in een kleine locatie met 40 fietsen maximum. Helemaal geen cafeetje aan, helemaal geen kledijverkoop. Dus puur fietsverhuur. Turistica is eigenlijk gebaseerd op wielertoeristen een beetje een fietsvakantie te geven. Wij regelen eigenlijk alles behalve de vluchten. Dus de shuttle van de luchthaven tot het hotel zelf, de fietsverhuur, de fietsbegeleiding. Daar hebben wij leren kennen door vrienden van ons, Bart en Kathleen. Die zijn eigenlijk al jaren lid van Gran Fondo. Die hebben ons een keer uitgenodigd om samen de Maratona mee te doen. En zo hebben wij eigenlijk het Gran Fondo team leren kennen. En we hadden direct wel een goede band met bepaalde leden daar. We hebben ook besloten om een partner te worden van Gran Fondo. Moet er nog iets komen. Plan vandaag is Filip rijdt kop. Joost zit daarachter. Dan ik in derde lijn. En aan de voet van de kool. Filip die voluit gaat. Jo pakt daarna over. En ging het rustig doen. Dus ik verwacht 50 watt gemiddeld. En dan op de finish ga ik proberen een laatste punch te geven. Ja. Wat zegt dat, Filip? Helemaal akkoord. Tot aan de voet. Ik denk dat tijd is om terug te keren naar huis.
dat helpt mij ook. Ik zou naar een dokter sturen. Strummel. Ja. Dat is geen goede op zijn paal. Ja. Staat hier niet. Nee, ga niet. Durf niet dieper gaan. Allee, durf niet onder gaan. Eet veel pannenkoek. Heb je 3 pannenkoek gegeten? Dat vind ik wat trager. Ik zou toen met het kietje gaan. Hè. En zei ik, ja, je mag hem nu loslaten van je kiet. Alles, ik heb gezien dat jij moet lossen. Toen bij Jurgen. Ben je echt aan het filmen? Ja. We moeten lossen met Jurgen. Ja, ja, ja. Ben je, die ontsnapping? Ja, de laatste. Ja, de laatste ontsnapping. Ik heb niet gelost. Niet gelost? Nee, absoluut niet. 20 meter is niet absoluut niet. Jullie reden achter me en ik dacht dat er een auto achter me zat en dat ik in de weg reed en mijn ritme werd verstoord.